Hoi, vandaag heb ik voor jullie weer een opgemaakt en favoriete video. En daar laat ik zien wat mijn favoriete beautyproducten waren van de afgelopen maand. En welke producten ik heb opgemaakt. Zoals jullie misschien weten ben ik aan het verhuizen. Dus ik vind het heerlijk dat ik lekker veel kan opmaken. Maar ik ga vandaag beginnen met mijn favorieten. En als eerste mijn favoriete parfum van de afgelopen maand. En dat is deze van Moschino. Fresh Couture. Als je mijn verlovingsvlog hebt gezien, dan weet je dat dit de geur was die ik droeg toen ik ten huwelijk werd gevraagd. Dus het is een hele bijzondere geur voor mij. En ik heb hem nu ook in het groot. Hoe cool. Het is van Moschino. En ja, dat spreek je echt zo uit. Moschino. Ik heb het op een gegeven moment ook echt opgezocht. Want je hebt allemaal van die filmpjes van hoe spreek je een merk uit. Moschino. De flacon is ontworpen door Jeremy Scott. En die ken je misschien wel van onze gekke wack design dingen. Dus dit is echt typisch Jeremy Scott dit. Het is gewoon een hele grappige fles. Ja, dit is gewoon mijn humor. En het is een beetje de must-have van het moment. Ik denk wel ook juist omdat hij zo gek is. Het is ironisch, een beetje met een knipoog naar voorjaar schoonmaak. Maar het is wel gewoon echt een luxe geur. Want Moschino is een luxe merk. Perfecte geur voor het voorjaar. En ik heb dus hashtag Spon gesponsord dit. Wat ik super gaaf vind, want dit was mijn verlovingsgeur. Gesponsord mag ik ook wat geuren weggeven. Wat moet je doen om te winnen? Laat bij de comments achter wat jouw Fresh Couture moment is. En wie weet maak jij kans op een Moschino Fresh Couture prijzenpakket. Oh, en voor degene die zich afvroegen, je doet niet de parfum zo op, maar zo. Mijn volgende favoriet is deze wenkbrauwgel van de HEMA. Ik kreeg hem als tip bij mijn visagieopleiding. Ik heb hem vroeger al gehad en op een gegeven moment gebruikte ik het niet meer. Maar daar krijg ik ook als tip van. Het is toch wel echt wel een van de betere wenkbrauwgels. Het is super goedkoop. Gewoon HEMA eigen merk. Hij is transparant. Maar doordat ik hem over mijn potlood gebruik, pakt hij vanzelf een beetje van die kleur op. En dat ja, vind ik eigenlijk helemaal niet erg. En ja, het is basic goed. En het is een leuk weetje om te weten dat heel veel visagisten hem gewoon gebruiken. Dan een nagellak waar ik helemaal wild van werd. Meiden van kantoor werden helemaal wild. Comments. Iedereen vond het prachtig. Deze nieuwe nagellak van Essence. Dit is de Essence Color & Care Strengthening Nail Polish. Made with natural ingredients. Dus er zitten natuurlijke ingrediënten in. In de kleur 02 I Care For You. Dit is een peachy kleur. Ik heb hem nu niet op, maar ik heb wel een vlogs op gehad. Dus dat kan je even terugkijken. Zo'n mooie kleur. Ik dacht dus dat het een beetje een nude kleurtje was. Maar als in transparant nude. Maar het is echt, hij heeft superveel dekking. Dus je hebt letterlijk deze kleur op je nagels. En dit is wel echt een beetje de trendy kleur van nu. Dus absoluut een ontdekking deze lak. Iets anders wat budgetproof is, wat je volgens mij niet meer kan krijgen. Maar ik heb het herontdekt in mijn stash. Maybelline Dream Matte Powder. Vroeger was ik hier helemaal weg van. Ik had het altijd in mijn tas. En ik heb er op een gegeven moment 2 backups van gekocht. Toen ik hoorde dat het uit de winkels ging. Ik ben nu een backup aan het gebruiken. En ik ben weer helemaal verliefd op deze poeder. Heeft iemand enig idee of er een nieuwere versie van dit poeder is? Zeg maar, je hebt dan deze. Dit is Dream Matte Powder. Heel vaak is het zo als iets uit de schappen gaat dat ze bijvoorbeeld een nieuwe poeder introduceren die eigenlijk bijna dezelfde formule heeft, maar er anders uitziet. Ik kan het niet helemaal. Ik heb ze wel getest bij Maybelline, maar ik weet het niet helemaal. Dus als iemand het weet of als iemand een ander merk weet dat lijkt op deze poeder, please let me know. En wat ik ook zo chill vind aan deze poeder is, je draait hem zo. Nee, wacht. Je opent hem zo. Er kwam echt zo'n stofwolkje poeder op, zag je dat? Nou, dan heb je de poeder en dan zo draai je hem. Ik weet nooit welke kant zo. En dan zit er een sponge in met spiegel. En daarom is het een hele handige poeder om mee te nemen in je tas. Ik weet het, ik maak jullie nu enthousiast met een dode mus. Of blij met een dode mus, want je kan het niet meer krijgen. Maar goed, ja. Maar er komt nog een dode mus aan. Semi-dode mus. Want als je naar Azië reist, dan kan je wel dit kopen. Maar oké, het is het Narcissist Jet Setter Palette. En ik heb er ook een review van gemaakt op Beauty Gloss. En ik ben zo geobsedeerd op dit palet. Het is zo'n mooi paletje. Ik kocht hem op het vliegveld van Thailand. En hij is ten eerste onwijs mooi. Met peachy en roze en wit. En hij heeft dus zeg maar een spiegel erin. Dus je kan ook echt checken hoe je eruit ziet in de deksel. Maar het gaat om de inhoud. It's inside that counts. Er zit ook een spiegel. En hier zit een lipglossje in de kleur Orgasm. Super populaire lipkleur. Hier zitten 3 perfecte oogschaduwkleuren. Een perfecte matte highlighter. Een perfecte matte zwart. En dan een mooie bruine licht glimmende kleur. Dit is echt... Deze 2 vooral, die heb je gewoon altijd nodig. Dat is wat ik van Visagie vooral heb geleerd. Dit zijn de basics die je altijd moet hebben voor elke look eigenlijk. En daaronder zit Orgasm Blush, populairste blush van NARS, een van mijn faves. En Laguna Bronzer, dat is hun nummer 2 product geloof ik. En dat is een hele populaire bronzer. Het is gewoon een doosje gevuld met de best van NARS. En ik weet niet waarom ze hem nou precies Azië vliegveld exclusive hebben gemaakt. Maar ja, ik vind hem geweldig. Ik kan me iemand...
ik kan hem iedereen aanraden. En tot slot, dit kan niet ontbreken uit de favoriete video. Mijn eigen wimpers, mijn beauty gloss. Beauty gloss, by Eyelier, lashes. Ik heb hier Silky, Pretty, Fluffy. Ik zat met mezelf een beetje te kijken wat mijn favoriet is van de afgelopen maand. Ik heb Pretty heel vaak gedragen. Pretty. Pretty, dat is die dus dun is van binnen en dikker van buiten. Maar ik vind het is allemaal fijn. Maar dit is wel degene waar ik de meeste complimentjes bij video's op krijg. Dat mensen zeggen, als ik Pretty op heb, dan zeggen ze helemaal echt van wow. Wat heb je met je ogen? Want mijn oogvorm verandert erdoor. Ik krijg bij Pretty echt hele Aziatische ogen. Ik heb een klein beetje soort van Aziatisch in mijn ogen en wenkbrauw en zo. Maar dit benadrukt het echt gewoon 10 keer zo duidelijk. En ja, ik vind het wel mooi. Ik vind het wel wat hebben voor een uitgaanslook ook en zo. Maar kan ook voor overdag. Nou, in ieder geval, ik ben er heel blij mee. En ik ben super dankbaar dat jullie allemaal naar de winkel gaan en ze testen. En ik krijg echt de coolste foto's. Echt van meiden die voor het eerst wimpers dragen tot make-up artists die ze gebruiken. En ik vind het zo leuk als jullie me daarin taggen. Doe dat vooral, want ik zie alles. En ik vind het gewoon super leuk om te kijken wat voor looks jullie ermee creëren. Want ik haal er ook inspiratie uit. Goed, dan gaan we naar de doos met opgemaakt producten. En het is behoorlijk wat. Gelukkig, daar ben ik echt blij mee. Omdat ik dus ga verhuizen. Voor degenen die dat nog niet mee hebben gekregen. Wij wonen hier echt nog maar heel even in Babylon. Nog even genieten. En dan gaan we naar ons eigen koophuisje. En dat wordt ook hartstikke leuk. En ik ben benieuwd wat voor setting ik daar heb om te filmen. Ik heb wel al ontdekt waar de mooiste lichtpunten zijn. Maar ja, daar moet ik nog heel veel op inspelen. Maar goed, dat is voor later. We gaan nu even de opgemaakte dingen doen. Wij hebben altijd 2 face washes in de douche staan. Om de ene van de reden wisselen we het af. We gebruiken ze ook echt allebei. Ik heb deze van Cure Aloe. De Natural Choice Aloe Vera Facial Wash. Gebruikt in combinatie met mijn... ik voel me net de Rose van Titanic. Clarisonic, dat is het woord wat ik zocht. Clarisonic. En ook deze Zirka Soft Cleansing Foam. Die heb ik ook veel gebruikt. Die is heel mild en zacht. Die is ietsje. Ik ben echt aan een roll today. Ietsje harder. Harder is het foute woord. Ietsje gelleriger. En dit is echt foamy en... Ik weet gewoon niet. Ik kom niet aan mijn woorden. Maar goed, jullie snappen wat ik bedoel, toch? Die zijn in ieder geval allebei op. Zijn allebei heel erg fijn. Ik heb dit doucheproduct opgemaakt. Lush Santa's Belly Shower Jelly. Hier zat dus een jelly in. Ik vind hem zo lekker. Kramer heeft hem niet gebruikt. Die was meer van de gewoon... OMG. Ik heb zojuist een kwak water over mezelf heen gegooid met nog jellygeur erin. Echt waar. Ik weet echt niet wat ik heb vandaag. Anyway, hij is op. Ik ruik nu wel lekker. En Santa's Belly was dus een Christmas exclusive van Lush. En daar ben ik altijd helemaal gek op. Dus ik hoop dat hij volgend jaar weer bij zit. Ik vind hem erg lekker. Oh, ik heb nog een face wash opgemaakt. Maar dit was dan meer aan het begin van de maand. En dit dus meer aan het einde. Zirka Pure Skin Cleansing Wash. En deze is dus Pure Skin. Die is iets meer gericht op de onzuivere huid. Vond ik heel erg fijn. Wederom in combinatie met de Clarisonic. En ja... Goeie face wash. Paula's Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid Salicylic Acid Exfoliant. Oh guys. Paula's Choice, dit product is echt gewoon the best of the best. Dit heeft echt ervoor gezorgd dat mijn laatste beetje regelmatige acne soort van verdween. En toen die op was, dacht ik ook, nee, wat moet ik nu doen? Maar ik heb hem inmiddels alweer. Dit laat zien hoe gek ik ben op dit product. Ik gebruik hem gewoon weer. Ik heb weer een nieuwe fles en weer bijna elke dag. Ik doe het niet per se elke dag, maar nou, om de dag, om de 3 dagen of om de 2 dagen. Zoiets in ieder geval. Als het heel heftig is, als ik last heb van echt dikke puisten, dan wordt het elke dag. Maar ik hou van dit product. Een beetje peeling is het enige wat werkt bij mij. En... goede verzorging. Dus verzorging die matcht bij mijn huid. En daarnaast dus iets van een peelend product. Top. Helemaal blij mee. Hij is op. Aanrader. Een douchegel. De Ethos Elderflower and Raspberry Shower Gel. Van de Botanical Boost lijn. Een hele lekkere douchegel. Hele mooie flacon ook. Ik geloof trouwens dat wij hem als handzeep hebben. Ja, we hebben hem even als douchegel gebruikt. Maar daarna als handzeep. Het is vooral een hele mooie flacon ook om neer te zetten. En douchegel is in principe hetzelfde als handzeep. Dus nee. Yeah. Dan een douchegel. L'Occitane Fleur d'Or en Acacia. Ikiekie. Het zal wel. Douchegel. Ja, hele lekkere douchegel. Ik ben echt L'Occitane fan. Gewoon. Hun producten zijn zo lekker. En lekkere geuren uit de natuur. En het is echt eens wat anders. Voor mijn categorie de Body Shop. Zelfs een klein beetje richting Lush.
Een beetje meer dat natural, dat is L'Occitane. Love L'Occitane. Deodorant Vogue Girl deodorant parfum deo in Giddy Up. Dit is echt eigenlijk een deo voor jongere meiden die bijvoorbeeld voor het eerst deodorant gebruiken. Ik vind hem ook prima werken. Dit is echt een typische deo die ik in mijn tas mee zou nemen. Het is niet iets wat ik 's ochtends gelijk opdoe, want dat is voor mij veel te slap. Ik heb echt een soort zweetprobleem. Dus ik moet een goede deo in de ochtend gebruiken. En als een touch-up moet ik zoiets in mijn tas hebben. Nou, deze vind ik helemaal top. Ruikt heerlijk. Super schattige verpakking. En dit is ook jeugdsentiment, want ik gebruikte hem ook al toen ik 11 was of zo. Nog een L'Occitane product. De Hydra Vital Gel. Gel Radieu. Dit is een gel die je als nachtcreme kan gebruiken. Gregor en ik gebruikten hem allebei. Hij is super, super vochtinbrengend. Dus ik vind het zo leuk, die potjes leeg. En ja, ruikt heel lekker naar plantjes. Gewoon een hele basic nachtcreme. Niet te veel poespas, basic. Oh, nog een douchegel. Twinkling Starlight van Philosophy. Dit kwam ook uit zo'n kerstset. Waarom zeg ik ook? Omdat ik vorige maand ook zo'n flacon had opgemaakt. Twinkling Starlight kwam uit de kerstset van Philosophy. Heerlijk mee gedoucht. Een van mijn favoriete anti-acne producten. De Clinique Anti-Blemmer Solution Spa Treatment Gel. Ik heb een tubetje opgemaakt. Ik heb hier zo lang mee gedaan. Ik denk zeker wel, zeker anderhalf jaar. En je neemt een klein beetje van die gel en dat doe je erop. En dit is wederom, is dit dus... Oh, ingrediënten in mijn hoofd. Ik geloof dat dit puur salicylzuur is. Ja. Het is salicylzuur. Ik kan het er even niet vanaf... lezen, maar het is in ieder geval, dit is weer net zoiets als die peeling. Dit is het type ingrediënt dat bij mij heel goed werkt. Ik kan iedereen aanraden die last heeft van puistjes. Check even de Clinique counter. Good stuff. Een potje Caviar Repair Fill and Fix Treatment Mask van Alterna. Ik heb dit mask... laat ik weer? Er zit gewoon weer vocht in. Ik heb het weer laten vallen. Ja, weet je... Ik moet gewoon beter gaan letten op de spullen die ik in deze bak doe. Maar dit is dus een haarmasker. En die heb ik in één keer opgemaakt. Het is eigenlijk een sample. Het is een soort van travel sample. Ik was in Thailand. Ik had allemaal dingen gedaan. Het was echt heftig. Ik heb mijn haar vaker gewassen dan ik normaal doe. Jullie weten, ik probeer het al te rekken. Maar het kon gewoon niet in die hitte van Thailand. Dus ik heb het even iets vaker moeten wassen. Het was kurkdroog. Dus ik dacht, ik knal er gewoon een potje in. Ik heb de helft in mijn haar gedaan. In mijn vieze haar heb ik eerst de helft gedaan. Uitgewassen met shampoo en daar de tweede helft erin. En ja, top. Mijn haar was gelijk weer in goede conditie. Oh, we blijven maar doorgaan jongens. Deze is ook op mijn Dior poeder. Ik heb dit poeder echt, denk 2 jaar gebruikt. Elke dag. Dit is de, hoe heet die? De Dior Skin Nude Rose Powder. En dit is een roze gezichtspoeder. Super, super fijne poeder. Het enige is, hij fotografeert niet mooi. Er zit namelijk een hoge factor in, waardoor je heel erg wit wordt. Dus dit was eigenlijk mijn everyday poeder. Als ik uitging, dan pak ik een andere, die banana powder pak ik vaak. Of een andere die gewoon geen filter heeft. Maar dit is zeg maar hands down een van de fijnste poeders. En hij is roze, dus hij maakt mijn gezicht, maakt die wat frisser of zo. Zeker als ik bijvoorbeeld een te donkere foundation heb gepakt of een te gele. Dan deed ik gewoon iets meer van deze poeder op. En dat neutraliseert het weer, maakt het weer fris en mooi. En ja, ik vind hem prachtig. Echt goede poeder. En het is, hoe zeg je, de bang voor je buck. Want ik heb er 2 jaar mee gedaan. En het is Dior, maar ik heb echt nog nooit zo lang met een poeder gedaan. Een eyeliner pen van MAC in Retro Black Fluid Liner Pen. Nou, jullie weten, dit soort pennetjes, daar doe ik max 2 weken mee. Zo ook deze. En ik werd er echt een beetje gek van, want ik heb hem op een gegeven moment ook half open gelaten. Toch, nu is die volledig uitgedroogd. Dus ja, ik weet niet hoe. Maar hij is heel fijn. Puntjes heel goed, heel dun. Maar ja, nog steeds niet even goed als de Dior pen. Want dat is de allerbeste van allemaal. Een maandproduct, Biotherm Om Gel Shaver van Foof. Heeft hij opgemaakt. Dit doosje met Babor ampullen van de anti-stresslijn. En Babor staat echt bekend om zijn huidverzorging aan ampullen. Gregor is daar helemaal fan van. Je zou het niet zeggen. Natuurlijk, weet je, beauty door mij weet hij heel veel en zo. Maar hij is op een gegeven moment Babor ampullen gaan gebruiken. En die jongen is helemaal om. Altijd als ik zo'n kit binnenkrijg of iets van een set of ampullen, dan gritst hij het weg. Nee, ik wil het gebruiken. En dan inmiddels is het een ding van, oh, hoef je met zijn Babor en... Ja, en nu heb ik eens een keer die ampullen gebruikt. Dit is een kuurtje van 7 dagen. Nou, mij werd de anti-stress ampullen aangeraden. Waarom zou dat nou toch zijn? Maar mijn huid zou daar dus behoefte aan hebben. En ik moet zeggen, mijn huid is wel oké. Ik ben net klaar. Letterlijk gisteren laatste ampul gebruikt. En Gregor zei het al. Van je zal aan het einde merken dat ineens je huid er toch al beter uitziet. Nou ja, you be the judge. Ik heb alleen een beetje BB cream op. Best minimaal make-up ook. Maar ja, ik ben er wel tevreden over.
Dan dingen die soort van half op zijn, maar niet echt helemaal meer goed zijn. Deze Bamboo Shampoo en Conditioner van Alterna. De shampoo is op. Conditioner is niet helemaal op, maar dit is... Ik weet niet meer of dit nog oké is. Ik heb het al zo lang. Ik had het heel lang op kantoor staan. Op een gegeven moment ben ik het gaan gebruiken. Toen ben ik alleen die shampoo los gaan gebruiken. En nu heb ik... Ja, in ieder geval, ik doe de conditioner ook weg. Hele fijne lijn. Maar... Ja, heeft iets te lang in de kast gestaan bij mij. Helaas. Als ik eerder wist hoe fijn het was, had ik het eerder opgemaakt. Hier huil ik nog een beetje van. Jullie weten hoe fan ik ben van Glam Glow maskers. Ik heb er echt denk ik 7 video's over gemaakt. Maar deze Glam Glow Super Matte Clearing Treatment is in het potje volledig uitgehard. Jammer hè? Het is echt gewoon hard. Ah, echt zonde. Tip voor anderen dus, laat je Glam Glow masker niet te lang staan. Want het wordt een harde baksteen. Styling Custard van Lush, die is niet meer heel erg goed. Ik wilde hem dus gaan gebruiken. Ik krijg niets meer open. Ik wilde hem gaan gebruiken, maar hij rook niet meer. Laat maar, ik krijg ineens meer open. In ieder geval, hij ruikt niet meer lekker, hij is niet meer goed. Maar ja, Lush is allemaal fresh en goed. En ja, daar moet je gewoon op tijd mee zijn met gebruik. Er is een mini flesje Pure die gaan lekken. Kijk die dop. Ja, die moet ik helaas nu wegdoen. Ik wil niet eens dit opendraaien omdat het er zo vies uitziet. Waarom laat ik dit zien aan jullie? En tot slot is er een pakje neutraal doekjes uitgedroogd. Dit is eigenlijk mijn go-to make-up verwijder doekje. Want ik krijg heel erg last bij mijn ogen van doekjes. Want deze niet. Er zijn er echt maar een paar waar ik wel tegen kan. En dit is zeker een van de betere. Dus tip voor anderen die ook een beetje prikkel krijgen bij hun ogen. Neutraal is prima. Goed, dat waren ze mijn favoriete en opgemaakte producten van de afgelopen maand. Vergeet niet om mee te doen aan de winactie waar ik het in het begin over had. En maak kans op dat geweldige prijzenpakket van Moschino Fresh Couture van mijn verlovingsgeur. Laat je commentaar maar ook achter. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie snel weer. Doeg! Hoi, vandaag heb ik voor jullie een tutorial van een hele heavy, luxe look. Ik gebruik allemaal luxe.